Hallo iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Caroline en vandaag ga ik een video wijden volledig aan het nieuwe gamma van Art Deco. Art Deco heeft al een make-up gamma en heeft al verzorgingsproducten, zowel voor het gelaat als het lichaam. Maar zij zijn heel recent uitgekomen met een volledig nieuw gamma, specifiek voor lichaam- en doucheproducten. Ik ga dit gamma helemaal aan jullie voorstellen en ik laat je alle producten zien. Er zijn vier geurgamma's, vier kleurengamma's met een daarbij horende geur. En elk hebben ongeveer een 8 à 9 producten. En die ga ik aan jullie vandaag laten zien. Als eerste gamma heb ik het oranje gamma. Het oranje gamma heeft als geuren gember en goshibes. En dit is vooral een energiestimulerend gamma. Dus ideaal als je 's morgens opgewekt wilt opstaan en frisse geuren wil ruiken om direct die energie te hebben om aan de dag te beginnen. Daar helpen die gember en die goshibes tegen. Dit gamma is het meest fruitige gamma van geur van allemaal. Ten eerste hebben zij een schuimende shower gel. Dus als je die op je hand doet, je hebt er absoluut heel weinig van nodig. Je spuit een beetje op je hand. Het komt er als een gel uit. Maar vanaf je begint te wrijven en zeker in combinatie met water wordt dit echt zo'n heel rijkelijk schuim. Je hebt weinig nodig om heel erg veel schuim te hebben. En de geur komt ook onmiddellijk vrij. Echt super fris om je 's morgens in de ochtend mee te douchen. Dit is een testerflesje, maar de verkoopsproducten zijn wel 200 ml, dus dat is toch wel een grote verpakking. Het tweede product, ze hebben nog een tweede body wash. En dit is echt een hele gel textuur, een body wash met dezelfde geur. Ook weer die gel textuur om heel goed verfrissend te werken in de morgen. Elk gamma heeft ook één pot ertussen, een pot in plaats van een tube. En bij het oranje gamma is dit een exfoliating body scrub. Het is een body scrub met ook een gelachtige textuur en het is met abrikozenpitjes die de peeling doen. Om nadien je lichaam in te smeren heeft het oranje gamma een gel textuur. Ideaal voor de zomer, omdat het een hele frisse moisturizer is die enorm snel intrekt. Dus voor mensen die niet graag een hele dikke, kleverige body butter of zo hebben, is deze gel een absoluut een aanrader. Wat ik van dit gamma vind, is dat dit gamma echt heel goed is voor sportieve mensen. Mensen die energiek willen zijn in de morgens. En ik denk dat mannen dit gamma ook wel gaan waarderen. De vier kleurengamma's, die hebben elk hetzelfde product, maar in hun geur. En dat is de Aromatic Body Fragrance. Als jullie mijn kanaal en mijn blog al een tijdje volgen, dan weten jullie dat ik echt helemaal gek ben van body sprays. Ik hou veel meer van body sprays dan van parfums, omdat je echt je hele lichaam ermee kan verstuiven. Je kan dit in de zomer extra aanbrengen, je kan dit meenemen in je sporttas of in je strandtas, zodat je na het sporten of na het op het strand liggen toch even kan bijspuiten en weer heerlijk ruikt. Dus deze flesjes zijn denk ik wel mijn absolute favoriet en je gaat ze in elke kleur tegenkomen. Elk gamma heeft ook een bepaalde hand- of voetverzorging en in het oranje gamma met de gember en de goshibes is dit een handverzorging. Deze heeft een hele hydraterende handcrème. Dit is de handcrème met de dunste textuur, omdat dit aansluit bij het thema van het gamma. Net zoals de lichaamshydraterende gel is dit ook een hele hydraterende lichte handcrème, ideaal voor in de zomer of voor mannen. Het speciaalke van dit oranje gamma is toch wel deze en dat is de All-in-One Manicure. Je ziet op de bodem dat er heel veel zout ligt en bovenaan ligt een olie. Het is de bedoeling dat je dit flesje heel goed gaat schudden en dat je dan in 1 minuut ongeveer je handen heel erg goed gaat scrubben, heel goed aan je nagelriemen gaat scrubben en dan achteraf spoel je met warm water goed af en de olie die blijft heel erg voedend op je handen zitten, dat je daarna geen handcrème meer nodig hebt. Dus als je ergens naartoe moet, is dit echt wel een hele snelle all-in-one manicure. Om het gamma Senses van Art Deco toch iets meer wellness ook te maken en iets meer lifestyle te maken, hebben zij in elk gamma, elke geur en elke kleur, ook deze geurstokjes. Deze zijn echt perfect om je woonkamer, om je badkamer, om je hal heerlijk te parfumeren, zodat je altijd die heerlijke geur bij je hebt en altijd dat goed gevoel kan hebben. Het laatste productje per gamma is telkens een cadeauverpakking. En daar zitten drie producten in. Daar zit een kleinere versie van de Foaming Shower Gel in. Daar zit een volledige versie van de Hydrating Body Lotion in. En daar zit ook een volledige grootte van de Hydrating Hand Cream in. Ik ben de Hydrating Body Lotion nog vergeten te bespreken. Ik ga hem er nu even bij halen.
De Hydrating Body Lotion is toch wel een centraal punt in het gamma. Je hebt ze ook weer van de alle vier de gamma's, alle vier de kleuren, alle vier de geuren. Dit is een body lotion 200 ml met een pompje. Het is een superhydraterende melk. Het is echt een body melk. Hij is iets zwaarder dan een gel en minder rijk dan een body butter. Dus iedereen gaat deze goed vinden. Ik heb deze al uitgeprobeerd. Ik heb die onmiddellijk als ik die binnenkreeg mee naar boven genomen. En ik vind dat je weinig product nodig hebt. Je hebt absoluut niet veel product nodig. Dus neem niet te veel, want je kan echt wel een goede oppervlak insmeren. Ik zet ze hier achter mij en daar staan ze in de vier kleuren. Dan het tweede gamma. Dit is het groene gamma en het groene gamma heeft qua geuren Asian Neroli en Sandelhout. Deze geur is iets zoeter, iets zwaarder, maar absoluut nog niet de zwaarste of de meest sensuele van de vier gamma's. Die komt zelfs. Ik denk dat dit persoonlijk mijn voorkeur heeft. Deze is wat zoeter, wat warmer om te zeggen, maar zeker niet overdreven, dus deze kan ook nog perfect in de zomer. Het is niet echt per se een wintergeur. Het groene gamma heeft ook een foaming shower gel, dezelfde als die oranje, en die zit trouwens in alle gamma's. Dus deze is ideaal om 's morgens je dag mee te beginnen. Het groene gamma met deze geuren van Asian Neroli en Sandalwood is bedoeld om heel erg goed te kunnen relaxen. Daarom hebben zij buiten de mousserende douchegel hebben zij ook een relaxing shower milk. In de pot van de groene lijn komt een Deep Moisture Body Cream. Dus het is een body crème die iets rijker is dan een body melk, maar absoluut nog niet zwaarder, want er komt er straks nog een zwaardere. Het speciaalke van het groene gamma is deze anti-stress massageolie. Echt een massageolie die je kan gaan gebruiken met twee om je eens goed te laten masseren, omdat deze lijn ook echt enorm relaxing is. Dan heb je zoals in de andere lijnen mijn favoriet weer, de Aromatic Body Fragrance. Dus echt een body mist met die zalige geur. En deze is mijn topfavoriet van dit gamma. Het groene gamma denkt aan de voetjes, waar het oranje gamma aan de handen denkt. En ze hebben twee voetproducten. Ten eerste deze Deep Exfoliating Foot Scrub en de Aromatic Foot Repair Balm. De groene lijn heeft natuurlijk ook deze Hydrating Body Lotion in 200 ml met het pompje. Heeft exact dezelfde textuur in het oranje, in het groene en in de andere gamma's. En ze hebben natuurlijk ook deze reisverpakking of deze cadeauverpakkingenset. Dan komen we aan bij het roze gamma. Dit is het meest vrouwelijke gamma, het meest sensuele gamma met de warmste geuren, met de diepste, de rijkste geur. En deze geur is met ylang ylang en patchouli. Deze heeft ook weer die heel mousserende foaming shower gel. En als tweede douche- of badproduct heeft deze een cocooning shower milk. Het is echt een sensual balance gamma, dus een heel vrouwelijk gamma echt om voor iemand die echt houdt van zo'n geweldig zwoele geur van ylang ylang en patchouli. De cocooning shower milk is ook iets rijker. In de pot van dit roze gamma zit de calming body mousse. En deze body mousse denk ik dat mijn tweede favoriet is van het volledige gamma. Waarom? Omdat deze body mousse zo'n erg fantastisch leuke textuur heeft. Je gaat zien dat er al een deel uit de pot is, want ik heb hem al goed gebruikt. Ik weet niet of jullie op beeld goed gaan kunnen zien hoe de textuur van deze crème is, want het is geen gel, het is geen crème, het is geen butter, maar het is echt wel een mousse. Zo'n heel luchtige substantie die je echt heel erg rijkelijk aanvoelt. Het speciaalke van dit roze gamma is deze Precious Dry Body Oil. Er zijn mensen die zich heel graag insmeren met een body olie, maar een olie trekt heel slecht in en deze droge olie die trekt enorm goed in de huid en die voelt achteraf zeker niet te vet aan. Het is echt een heel luxueus product van de lijn. De roze lijn heeft ook weer, net zoals de andere twee lijnen, deze Aromatic Body Fragrance en deze Hydrating Body Lotion. Voor de handen heeft deze lijn, de roze lijn, de Nutri Hand Cream. En dan is er nog een tweede speciaalke die in het roze gamma zit. En dit is de All Day Antiperspirant Deodorant.
Het is een roll-on deodorant en deze bevat 75 ml, wat ik toch wel een vrij grote verpakking vind voor een deodorant. En natuurlijk heeft ook deze rozelijn zijn bijhorende cadeauverpakkingssetje. Dan zijn we al aangekomen aan de vierde en laatste lijn en dit is de blauwe lijn. De blauwe lijn heeft als geur witte lotus en rijstmelk. Deze lijn is de meest subtiele lijn, heeft echt de geur van vers gewassen lakens, van zeep. Een lijn die echt perfect is voor mensen met een gevoelige huid en ik denk dat ook mannen deze lijn wel gaan waarderen omdat de geur niet te opvallend en niet te intens is. Als eerste product hebben zij ook de foaming shower gel en als tweede doucheproduct hebben zij een olietje. Voor de heel erg gevoelige en droge huid hebben zij de Pure Care Shower Oil. En in de grote tubeverpakking zit bij het blauwe gamma een body scrub. Dit is de Refining Body Scrub en deze bevat natuurlijke zandkorreltjes die het exfoliatieproces gaan stimuleren. Dit is een heel erg zachte body scrub die perfect is voor de gevoelige huid. De grote pot van het blauwe gamma bevat een Ultra Rich Body Butter. Deze is de rijkste body cream, body butter zoals het woord het zelf zegt, in het volledige gamma. Dus voor mensen die houden van een lekkere, romige, crèmige textuur en die houden van een extra laagje op hun huid, is deze body butter geschikt. Het blauwe gamma heeft ook natuurlijk deze hydrating body lotion met het pompje. Het blauwe gamma is het enige gamma dat geen body mist heeft. Waarschijnlijk omdat dit zo'n zachte en subtiele geur heeft dat die er niet is. Maar het blauwe gamma denkt wel aan handen en aan voeten. Voor de handen heeft deze het Super Rich Hand Cream and Mask. Je kan al zien aan de lichaamsproducten, aan de Ultra Rich Body Butter, dat dit toch wel een rijker gamma is. Dus deze heeft ook echt een Super Rich Hand Cream. Je mag deze handcrème in een rijkerlijke laag aanbrengen en als handmask gebruiken. Voor de voetjes, daartegenover hebben ze dan ook echt een Nourishing Foot Cream. Ook echt een hele voedende voetcrème. Net zoals in het roze gamma heeft ook het blauwe gamma een deodorant roll-on. Net dezelfde. Ik denk dat deze qua deodorant de meest gekozen gaat worden omdat hij deze hele subtiele, frisse, zeepachtige geur heeft. En dan als allerlaatste heeft natuurlijk ook het blauwe gamma, net zoals al de andere gamma's, de geurstokjes en de cadeauverpakkingen. Die heb ik achter mij gezet. Voilà, zo hebben jullie alle producten eens van dichtbij kunnen zien en heb ik al gezegd wat ik ervan vond. Nu ga ik jullie nog een paar beelden laten zien van de volledige stand, hoe ik het heb opgesteld in de winkel en van de producten afzonderlijk. Hopelijk vonden jullie dit een hele leuke en informatieve video. Als jullie mijn video's leuk vinden, abonneer dan op mijn kanaal en dan zien jullie al mijn volgende video's verschijnen. En dan zie ik jullie later weer. Dag!